Ja, riding de pro sectie, dames en heren, kijk je eventjes mee. Hier gaat het dus uiteindelijk naartoe naar zoveel jaren trainer John Ping, jawel. Real mighty John Ping hier. In dat first, in de first part, dus daar even kijken naar. Start afgeschreven is een bom. Een deurtrap, een stommige handenmakers. Dit is die tweede, dan gaan we toch een kwestie zien. Dan wel van de TVI is het daar en Hannibal. Ja, dan gaan we nu volgens mij een oudere wind krijgen. Valpartij dan voor SSC de Fight, Dennis Fight. En dan weet ik zelf niet wat ritme het is. De ritme nummer 50 is in ieder geval niet volgens de administratie. Nou, probeer het even aan mijn hoofd te doen. Nou, we gaan kijken naar de Edith Meijer, die ritme gaat overbreden worden. Het Timmer Timmer gaat over de gewone stukken. Is dat een bedoeling of niet? Dat is van de kop in ieder geval over de pro-section. Maar Timmer gaat hier aan de leiding. Ja, die heeft niet de pro-section genomen. Dan ben ik benieuwd, het wordt toch weer een hele rare race. Hij wordt wel overgereden, maar het is even goed weer eentje die mij in verwarring brengt in ieder geval. Van de kop op plaats nummer 2. Maar het is de man op hoge noorden die hier aan de leiding gaat, Niels de Tepper. De Flying Birds. Dan ga je lopen, de boscrossers. Die pakken hier zo meteen de pro-sectie. Gaan ze met een duivelsgevaart hier de lange kombocht inkomen. En dan komt dat hele lastige gedeelte. Waar nog wel eens een keer wat brekertjes in zitten. Iedereen de zeven overeind. Jawel, en everybody's aan. Hier, en dan moeten twee heren toch vlek laten gaan. Gaan we vooraan kijken hier naar de man met de platenbureau 18. Boom. Zodat daar Jeffrey Highlander. De jumps, mighty jumps in de second straight. Gaan wij kijken wat hier gaat gebeuren. Gaat hij toch in de remmen knijpen. Hij heeft toch geleerd. Hier, dan wordt het lastig. En dan ga je zien dat de mensen die springen hier dan toch ver naar voren springen. En hier de winst gaan pakken in de strijd met hun collega's. Hier is het 88. Breed aan bij 88. Even kijken. Harm van Brussel door de 11 in charge. Gaan wij kijken naar Brrrrlop. Arila Vrijzen is dat daar. Arila Vrijzen zit dus in deze groep. Mee op plaats nummer 2. De laatste groep in Lead Man Riders. Gaan we kijken wat hier gaat gebeuren met Rappa van der Kolk. Wow, a very easy jumping, ladies and gentlemen. Oh, mighty jumps. Zien we hier ook onze vriend even kijken. Voor Zetem Vaart moet dat denk ik zijn. Zal het Kevin van der Linden dan zijn op plaats nummer 3? Het is Zetem Vaart in ieder geval op plaats nummer 3. 2 is de Boskos en dan Rappa van der Kolk. En leading hier is onze vriend uitkomend. Voor even kijken. De kwalificatiemarges en dus de tussenstanden in de strijd om het nationaal kampioenschap. Dat laat even op zich wachten. Dat zal nog even duren. De lijsten worden wel gaan uit. We gaan kijken wat hier gaat gebeuren met dat. En hier zitten dan in de pro-section, ladies and gentlemen. We got the lead man here on the track. En Floor Mighty Johnson heeft dat over hier. En het is Liam Dolfo, waar die hier het beste heeft. Met even kijken naar de second spot voor onze. Het is ook een sterke bezetting in de Elite Man categorie. Als we ook naar de volgende rit gaan kijken met Roma van der Kolk, Dalf Verstegen, Paul van der Leij, Berjan Mepsen, met Niels Tepper en Kevin van der Linden. En we weer een snelle groep hier te pakken met aan de binnenkant inderdaad weer Roma van der Kolk. Met onze vriend uitkomen daar voor Winschot aan de windside. Is dus een beetje Niels Tepper, looking good in the inside. Dus, die gaat verkeerd hier niet de pro-sectie over. En het zou dat, maar zo is een vervelende uitslag kunnen gaan geven. Heeft hij zich volgens mij verstikt. Roma van der Kolk. Op 2, 3 is dan Berjan Mepsen. We zien dat 4 Amazonen meetrappen. Amazonen, even kijken. Dan moet dat nou Verstegen zijn. Verstegen voor de kwalificatie. En het voor Tipper, ik weet het niet. Maar daar zal die weet niet voor kunnen gaan gelden. Ik wil niks.